gisteren heb ik een artikel geplaatst naar aanleiding van het feit dat Martin de Kok, aka de Vlinder van Peter R. de Vries, zijn kind in beslag is genomen. Hierop heb hij mij een twittertje gestuurd of ik hem wilde bellen. Nou, normaal gesproken zou ik types als de Kok niet bellen, want ik wil natuurlijk totaal niks te maken hebben op een normale wijze, althans met lieden die zich associëren met Peter R. de Vries, Jan Meeuws en die andere drekmisdaadjournalistiek. Maar goed, ik ga hem toch even bellen en kijken wat hij te zeggen heeft. Daar gaat hij. Ja, goedemorgen. Je spreekt met Steve. Je had gevraagd of ik je wilde bellen. Ja, maar ik bel niet verder dan. Ik heb mij even horen bellen op het paspoort. Even voor het gesprek beginnen. Dit is niet meer dan fair. Even voor de goede orde. Dit gesprek nemen wij op. Anders dan jouw collega's, journalisten en de zuster Holleders. Dus ik waarschuw je daar even voor dat je het weet. Want ik wil dus niet... Ja, ik ben er niet uitgesproken. Ik wil dus niet dat de politie de enige is die stiekem meeluistert, dus dit gesprek zend ik later uit, zoals dat de lezers het ook kunnen horen. Ja, dat is goed, dan mag jij doen. Dank je. Ja, ik bepaal natuurlijk wel zelf wat ik wil. Dat kan ik ook doen, dat ik een rol kan. Wat zeg je? Nou, geachte dames en heren, u ziet het. De tweevoudige moordenaar met zijn grote praatjes tegenover Holleder, omdat hij in de cel zit, hangt net. Ik bel op zijn verzoek, dat de man nooit zou doen met dit soort types. Hangt meteen na 1 seconde op. Nou ja, we gaan het wel zien hoe dit verder loopt. Ik ben natuurlijk wel enigszins op leeftijd. Maar voor mij geldt nog altijd het motto: bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd. En laat ik u nu dit zeggen: ik kan mijn eigen broek ophouden. Ik hoef niet iemand van achter een parkruk op zijn hoofd te slaan. Of een vriendje te stalken die met mijn ex-vriendin gaat en die wellicht is terugschieten. The Amsterdam War. Expose the shocking truth behind the Amsterdam underworld. Presented by Steve Brown.